during TEFAF there are also extra cultural events in the city under the name TEFAF and the City. Ja, nu is er het nieuwe initiatief TEFAF and the City. Dat klinkt heel ambitieus, maar wat betekent het precies? Het is ook heel ambitieus, joh, maar het is met name om te zorgen dat TEFAF ook een verbinding heeft met de stad. En, was dat niet zo eerst? Nou, dat was natuurlijk eigenlijk altijd al zo, maar wel voor misschien een bepaald publiek. We willen nu zorgen dat de stad heel duidelijk gelinkt is aan TEFAF. En dat we zorgen dat mensen ook langer blijven om niet alleen TEFAF te bezoeken, maar ook echt te ontdekken wat er nou in Maastricht allemaal gebeurt. En er gebeurt heel veel in Maastricht. Dat is nogal een verschil, hè? De chique TEFAF-beurs en dan 's avonds zo'n hippe club. Maar blijkbaar was daar ook behoefte aan. Zeker is er behoefte aan. TEFAF voor jongen. Wij als Max zijnde met partners in de stad willen daar een bijdrage. We hebben TEFAF en de City opgericht. Samenwerkingsverband met allemaal partners in de stad om TEFAF en de stad beter te verbinden. En daar, weet je, TEFAF wil voor jongen meer hedendaagse kunst, meer jonge standhouders die ook een jong publiek aantrekken. En daar hoort een club bij. En dat moet er ook geswinkt worden. Dat moet ook geswinkt worden. Cocktail, DJ, dat hoort er dan gewoon bij. Was het dan eerst zo dat mensen vooral de beurs bezochten in het MEC en daarna weer naar huis gingen? Dan? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat, dat de brug tussen TEFAF en de stad nog niet goed genoeg geslagen was. Dus ja, ja. Dat kon beter. Hoewel de restaurants en de hotels er altijd vol zitten. Dat klopt en dat is ook fantastisch en dat houden we ook graag zo. Maar we willen daarnaast ook het culturele aanbod laten zien, want daar zijn we heel rijk aan in Maastricht. En we willen laten zien waar we als stad voor staan. En dat past heel duidelijk naast TEFAF. Je moet ook, als je een dinertje hebt gehad in de stad, als bijvoorbeeld als standhouder met die klant of als bezoeker van de TEFAF, moet je toch nog ergens een dansje kunnen doen en een cocktailtje kunnen drinken. Ja, want dat kan na TEFAF New York ook natuurlijk. Ja, uiteraard. In New York kun je natuurlijk 24/7 dat soort dingen doen. En Maastricht is dat iets beperkt. Hè? We hadden het liefst al boven op de rooftopbar gezeten, maar die is nog net niet open. Volgend jaar. Dus volgend jaar zitten we hier op het dak, denk ik. Wat voor soort programma hebben jullie ontwikkeld dan? We hebben een programma ontwikkeld waarbij niet alleen maar de musea sterk in de etalage gezet worden. Het theater heeft een breed aanbod. We hebben natuurlijk een prachtig aanbod vanuit de Bonnefant. Museum aan het Vrijthof heeft een hele mooie tentoonstelling. We hebben Mares natuurlijk, wat we vanavond hier vieren. Dus er is zoveel te doen. De hele wereld kijkt nu naar ons, dus je wil ook gewoon graag goed voor de dag komen. Dat is heel logisch, toch? En gewoon meeliften. En gewoon meeliften, tuurlijk.